Zie je, een vrouw is heel anders dan een man. Als ze jong is, ziet ze er geweldig uit. Maar dan. Als een vrouw een bepaalde leeftijd heeft bereikt, begint er een zeker proces van... ja, aftakeling. Wacht even. Laat me uitspreken. Het is een vaststaand feit dat een man pas op gaat bloeien als hij wat ouder wordt. Hij heeft iets van een late roos en zijn succes is eindeloos. Het klinkt misschien wel vreemd, maar een man krijgt meer allure wanneer de tijd vergaat. Soms sta ik zelf totaal verstomd, want ik weet ook niet hoe dat komt. Het is raar verdeeld, dat wel, maar blijft een feit, mijn schat. Een man van 40 is nog jong, een vrouw heeft het gehad. Het is een vaststaand feit dat de man pas op gaat bloeien als hij ouder wordt. De vrouw pas gaat boeien als de tijd verglijdt. Dat is een vaststaand feit. Als een man pas 21 is, dan maakt hij veel tamtam. Hij speelt graag voor een tijger, maar hij is gewoon een lam. Hij gromt, hij brult, maar doet geen enkele vangst. Want hij is precies als onze hond, hij blaft uit angst. Zodra hij 31 is, dan heeft hij iets van bier. Er zit een zekere kracht in, maar het zit toch nog niet hier. Hij flamt, hij flirt, hij geeft zijn centen uit. Hij is als het nationaal budget dat ook nooit sluit. Maar als hij 41 is, begint hij te bestaan. Hij is charmant en geestig, maar ook wijs. Hij kan het leven aan. Het vaststaand feit dat de man pas op gaat bloeien als hij ouder wordt. De vrouwen pas gaat boeien als de tijd verglijdt. Dat is een vaststaand feit.